Een groep herenkappers heeft namens diverse personen in contact beroepen vandaag een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée. Journalist Richelle Magnac maakte de volgende reportage voor u. Vandaag is het precies een maand, 22 december, dat we moesten sluiten. Vandaag is het precies een maand, dus we zitten gewoon een maand zonder werk nu. Een groep biggie. Een groep bestaat uit kapperswang, een groep bestaat uit Masai Dunangara, kapsalon. Over het algemeen is Masai de contactbureau. Dat na haar groep. Hoe deed je een groep? Omdat we rekenen aan de COVID-maatregelen, hoe kan je een biggie groep? Begrijp je? Maar een groep biggie wel. Even hoe bereken una ondernemen om mijn money ulas in naam onze una urok want u sabta kwe me kwam berekening maar om mijn money u denk ulas en dan even me kwam grof berekenen dan is het in de duizenden san kwam hier moes aan urok dan is het al is het in de duizenden san lopen mis als kappers en zei de uwa goed te kwam wa moen oké me begrijp dat we evalueer we luku sa ekenk sa ekong maar zei de uwa die wa moen langa. En kijk, en ja, en ik zei dat we wachten, zei ik, en allerlei een COVID-journaal deed, COVID-persconferentie deed, je hoopt dat de maatregel oversoepel, maar steeds, je ziet dat de maatregel is gewoon al lang. Dus dan, op een gegeven moment, in een maand, want zij doet, je gaat naar reserve fee, maar op den duur reserve fee, ik bato, in blenge, anders dan. Dat ik tijdens het besluit voor de assemblee voor de nieuwe petitie in. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., zegt aan de groep zich helemaal te kunnen plaatsen in de situatie die de herenkappers moeten doorstaan. B. weet dat mensen die contactberoepen uitoefenen afhankelijk zijn van hun klanten en in deze COVID-19-pandemie vormt dat een extra grote uitdaging. Met de nieuwe COVID-19-maatregelen van de overheid begrijpt de DNA-voorzitter volkomen dat het moeilijk is voor deze groep om te voorzien in hun eigen behoeften. Iemand zei het een keertje, ano afvieren zo kiro moro na angri o kiro no. En dat is ook een zorg, want bij het bestrijden van dat virus moet het ook niet zo zijn dat men dit heeft angri. En ik plaats mezelf in jullie schoenen. Want zij die aan het eind van de maand een salaris krijgen, ja, hebben minder kopzorg. Maar u bent afhankelijk van uw klanten die dagelijks moeten komen. Soms veel, soms in mindere mate. Maar aan het einde van de maand lopen de vaste lasten. Schreeuwen de kinderen om eten op tafel te krijgen. En vooral u als man, als vader, heeft daarin een stukje verantwoordelijkheid. De voorzitter van de Nationale Assemblée, meneer Marinus B., heeft aan de groep van barbers gevraagd om ook met ideetjes te komen, zodat wanneer de regering protocollen gaat ontwikkelen voor contactberoepen, het idee van de mensen die in die sector actief zijn ook wordt meegenomen daarbij.